lieve mensen, de Sinterklaas is weer het land uit. Dus ik dacht, nou, jullie zijn volop bezig of misschien al helemaal klaar met alle kerstkaartjes. Ik wilde met jullie eventjes de kerstserie doornemen, want ik heb best wel veel stempels gemaakt. En ik heb ook nieuwe stempels met kerst, maar ook wat oudere. En ze zijn bijna allemaal nog leverbaar. Dus ik had dit een leuke overzichtje gemaakt met allemaal leuke papiertjes gebruikt, de labeltjes van Paperview. Even kijken of ik een blokje hier heb. Dat is deze. En daar heb je wit, lichtgrijs, donkergrijs en zwart in. Dat zijn zo uitscheurbare labels of rechthoekige pagina's. En die heb ik hier verwerkt. Wat heb ik daarin gedaan? Ik heb daar een pons gebruikt. Toevallig ook deze van Paperview. En daarmee heb ik rondjes geponst. En elke keer bij elke pagina heb ik een voorstelling gedaan. En dan heb je een doorkijkje naar de volgende pagina eigenlijk. Dus vandaar dat leuke rondje. Ik denk, nou, heb je een beetje een simpel iets. Maar ook wel, denk wel een interessante uitvoering. Ingekleurd heb ik met van Studio Light. Van Janine de serie waterverf. Deze, dat is een hele mooie palet van verschillende kleuren. Die heb ik hierin gewerkt. Ik heb gestempeld natuurlijk en daarna heb ik met waterverf ingekleurd. Nou, we beginnen met de eerste. Dat was ook mijn eerste stempel. Dat is die van Odie. Kaat en Odie nummertje 1. Dat is dan de kerstversie met verschillende teksten erbij. Ik heb hier het hondje gebruikt. En ik heb het hulstblaadje gebruikt. Dat is Odie. Dan hebben we de volgende. Dat is onze Sjors. Dat is deze. Even opzij. Sjors, ook weer Sjors 1. Dat is dan ook de kerstversie. Met de verschillende tekststempels. En hierbij heb ik gebruikt onze Sjors zelf natuurlijk. En zo'n kleine mistletoe. Die zit hierop. Dan ga je naar Toy Soldiers. En bij de winkels zijn ze vast nog verkrijgbaar. Ik heb hier een beetje goud op gedaan. Ik weet niet of je het kan zien. Ook weer hier het hulsblaadje gebruikt. Toy Soldiers 1 of 2, dan moet je me even te goed houden. Is bij de groothandel uitverkocht, maar er zijn nog heel veel winkels die ze nog wel kunnen leveren. Dus bij deze. Toy Soldiers 1. En dan heb ik hier de Toy Soldiers 2. Met de boompjes heb ik dan gebruikt. Dan gaan we naar de, hier zit hem al, de Christmas Cars. Dit is de schuine bus. Die overbepakt is met de cadeautjes en de boom. Daarom hangt hij helemaal schuin. Dat is Christmas Cars 1. Met de bus van voor en het Fiatje van voor. Dan heb ik los nog de sneeuwvlokken gebruikt. Dan ga je naar de volgende. En dat is natuurlijk de Christmas Cars 2. Waarbij hetzelfde voertuig, maar dan van opzij gezien. Ik heb hier het autootje gebruikt. Die heb ik toevallig rood gemaakt. Even voor de mensen die het nog niet door hebben gehad of nog niet wisten. De poppetjes die in de voertuigen zitten, die zijn los. Dus je moet je voorstellen, ik weet niet of je het kan zien zo. De bus die is gewoon open, dus die kun je zo gebruiken. Je kunt zelfs de cadeautjes en de boom eraf knippen, dan kun je altijd de bus gebruiken, niet alleen met kerst. En dan heb je hier het rendiertje wat in de auto zit en de kerstman wat hier in het busje past. Dus je kunt het op twee manieren gebruiken, met of zonder passagiers, zeg maar. En dan de, wat is het? Candy cane, zo'n zuurstok heb ik daarbij gebruikt. Dat is de Christmas Cars. Dan hebben we Snowy. Snowy 1 heb ik hier
het rendier van gebruikt. Met de teksten. En ik heb het gingerbread poppetje heb ik gebruikt. Als soort van patroontje. Dan hebben we Snowy 2. Snowy is dus het sneeuwpopje. De springende sneeuwpop. En ik heb de ornamentjes, de kerstballetjes gebruikt. Dat is Snowy 2. Dan hebben we deze met de giraf. En dat is de Savannah, maar dan de kerstuitvoering van Savannah. Met de tekstjes. En ik heb dan het plaatje heb ik als patroontje gebruikt. Dat is de Savannah Christmas. Dan hebben we de Jungle Christmas natuurlijk. Dat is deze. Met de flamingo. En dan heb ik dat sterretje. Heb ik gebruikt als patroontje. Dat is Jungle Christmas. En dan hebben we... Eerst ging die op vakantie. Dus de Santa on Holiday. Toevallig heb ik die door elkaar gedaan. Dit heb ik Santa on Holiday 2 eventjes gedaan. Anders kom ik niet uit met de rondjes. De beach, het bordje heb ik gebruikt als patroontje. Dat is deze grappige Santa on Holiday 2. En voor de verwarring even andersom. Santa on Holiday 1. Dat is deze. Met de cocktail drinkende kerstman. En dan hebben we daarna de gewone Santa. Een soort van aan het werk, zeg maar. Dan hebben we deze dus, Santa 1, met het doorkijkje en bij de schoorsteen tekst, trendier, bordje verwijzen naar de Noordpool. En dan hebben we tot slot de Santa 2 serie, waar ook weer Odie in voorkomt in zijn handje. De boompjes heb ik gestempeld als patroontje. Dat is het overzichtje van de kerstcardacreaties, zeg maar. Ik hoop dat jullie wat voorbeelden hebben kunnen laten zien van hoe je ze kan inkleuren en hoe je ze kan gebruiken. Ik heb natuurlijk elke keer maar één poppetje gebruikt. Het zijn er 14 verschillende. Dus heb je ze liggen en wil je nog kerstkaartjes maken, zou ik zeggen. Nou, ga aan de slag, want de tijd dringt en het is heel druk bij de post. Maar mocht je dus iets gaan maken, er worden al heel veel leuke dingen gepost in de groep. Creaties met Carla Creaties. En hoe leuk is dat om elke keer te zien wat jullie wat prachtige dingen maken. Altijd met de leuke humor ook die ik probeer te verwerken in de stempeltjes. En dat is ontzettend leuk om te zien. Ik ga even afsluiten. Als ik jullie niet meer zie, en dan denk ik. Ik weet niet of ik volgende week nog even online ben, want we moeten nog wat nieuwe dingen laten zien. Anders wens ik jullie vast hele fijne feestdagen. Groetjes!